Ben jij Dylan van YouTube? Ja, Dylan Rotjoch, dat ben ik. Ja, hoi, hey. Hey. Ja, dat mensen mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug met oh zo mooie Ark Survival, jongens. Het is ondertussen episode nummer 3. En welkom weer terug, jongens. Vindt het een hartstikke leuke serie? Laat meteen even lekker een blauw duimpje omhoog achter als je ze inderdaad awesome vindt. En ja, de vorige episodes worden lekker bekeken. Het ging hartstikke goed. Veel likes gekregen, veel reacties gekregen, leuke reacties gekregen. En dat maakt me blij, daar word ik heel blij van. Dus bedankt iedereen voor deze steun bij deze serie. En zoals jullie kunnen zien, spawn ik buiten met heel wat nieuwe gear. Want dat heb ik gekregen van degene die daar wonen. Dit is de groep van Joost speelt spellen. En ik was een beetje aan het derpen eigenlijk. Niet hier, maar ergens verderop. Waar ik eigenlijk geëindigd was in de vorige episode met T-Rex. Was ik een beetje aan het derpen en in één keer was het flop. En ik was knock-out. En dat was best wel kut. Dus was blijkbaar getrankalized. Eén Chappie, één Johnny had me getrankalized. En die wou me eigenlijk doodmaken. Hij vond niet zo fijn dat ik in zijn buurt kwam. En op een gegeven moment hoorde ik, zei ik van, yo, yo, stop, stop, stop. Toen zei hij, huh? Jij klinkt verdacht veel als Dylan, als Rotjoch. Toen zei ik, ja, dat kan kloppen, want ik ben ook Rotjoch. En toen zei hij, oh, vet, ja, Johnny, want ik ken hem toevallig. Maar ze heeft me herkennen nog, want ik ben Johnny van, ja, van League of Legends. Ik had ooit wel eens League of Legends streamen, dat hij wel eens in mijn stream. Dus ik herkende hem en hij herkende mij natuurlijk. En toen had hij wat spullen aan mij gegeven. Dus dat ga ik even jullie laten zien. Ik heb een huisje gekregen, een plekje waar ik mag wonen. Op de JSS server, van hem tenminste. Dus ik weet niet of Joost het allemaal goed gekeurd heeft nog. Maar dat ga ik nog wel doen. Binnenkort ga ik ook een tripod starten. Dat vind ik, lijkt me hartstikke chill om te doen. Dus dat zijn de dingen die ik ga doen. En deze episode ga ik vooral eigenlijk hogere levels worden. En ik ga een foundation bouwen en een soort huisje. Ik heb al een huisje gekregen natuurlijk van die jongen, van Johnny, om te wonen. Maar ik ga even een extra stukje bouwen wat extra groot is. Want nu heb ik letterlijk dit van hem gekregen. Want dit is niet zo makkelijk te raiden. Het is een klein steenhuisje. Dus het wordt niet zo makkelijk geraid. Maar als je binnenkomt is het heel erg klein. Daar binnen. Hoppakee. Het is heel erg klein. En dat is het beetje wel. Dit is wel zo'n beetje. Dus dat is een beetje het ding dat ik eigenlijk vrij weinig spullen heb. Dus even kijken hoor. Dit is niks. In mijn kist. Dat heb ik ook van hem gekregen natuurlijk. Een kist. Zit hierin, al mijn sleeping bag en zo. Maar dat kan ik natuurlijk niet gebruiken. Dus wat ik nodig heb is eigenlijk het volgende. Ik ga wat moeten craften. En dat zijn eigenlijk al die thatch door, thatch roof, thatch foundation. En allemaal dingen met thatch en hout en fibers. Dus ik moet echt even aan de bak en shit gaan verzamelen. Ondertussen heb ik ook honger. Dus dat is kloten, want ik heb geen eten meer. Dus ik moet gaan jagen op het strand. En het ding is ook, het is geen sneeuw meer. De sneeuwlandschap is voorbij. Dus daar ben ik heel blij mee. Sneeuwlandschap weg is. We gaan gewoon weer een normaal landschap. Dus ik kan weer gewoon normaal survivalen. Zoals het hoort eigenlijk in Ark. Ik ben het niet gewend. Ik heb alleen maar sneeuw gekend natuurlijk. Want ik heb het spel sinds kort pas. En ja. Ik ben wel heel vet. Ik ben echt heel blij met dit spel. Heel veel leuk dat jullie ook zo leuk reageren op mijn video's. Dus vooral lekker blijven doen. Jongens, maar wat vinden jullie leuk aan Ark? Vaker Ark? Minder Ark? Wat meer Ark? Want ik ga natuurlijk elke... Voor degenen die het weten natuurlijk elke maandag en elke... Volgens mij donderdag. Want vandaag is donderdag. Komen er 2 Ark video's online. Eentje, en eentje om 5:30 en eentje natuurlijk om 7:30 in plaats van een PvP video. Want ik wou meer Ark uploaden in plaats van alleen maar Minecraft PvP extra. Want er waren mensen die Ark heel vet vonden. En ja, ik vond het ook heel leuk om te spelen. En ik wil het vaker spelen. Dat houdt in dat ik het meer moet opnemen. Want ik doe alleen maar Ark als ik het opneem. Want anders moet ik 2 accounts maken. En dat is eigenlijk niet zo chill. En anders moet ik gaan spelen, weet je wel, als ik normaal ga spelen zonder dat jullie het zien. Dat is ook weer niet leuk, weet je. Dus het episode 1, yo mensen, welkom in Ark. Ik heb helemaal niks. En in één keer, yo mensen, welkom in episode nummer 2. En ik heb een... Oh, een aapje! Oh, meneer de aap. Oké, in ieder geval, dan is het wel welkom in episode nummer 2. En ik heb een T-Rex. Ja, dat is niet leuk voor jullie om te zien natuurlijk. Het vindt niemand leuk, dus dat doe ik dus niet. Want dus wil ik even wat hout aan het verzamelen, wat thatch aan het verzamelen. En ik heb echt een hekel aan dat soort beesten, jongen, hè. De insecten zijn echt de meest verschrikkelijke beesten die er zijn, jongen. Jeetje Christus. Oh, dodootje. Je hebt juist gepoept. Maar, jij gaat dood. Sorry, het spijt me. Kom hier. Ja, kom hier. Kom hier, ik heb je vlees nodig. Ik weet heus wel als ik jou kill met... Oprotte kompie. Kom hier, scheidbeest. Ja. Ik ga niet mijn pike erbij pakken, want die is al... Bijna een stuk. Ik heb ook een pie gekregen. Oké, ik moet er wel erbij pakken dus. Oprotten. Level 92 kompie. Kom hier. Kom hier. Ah! Is er iets aan te durpen? Hij durpt. Dus ik heb hem, ik heb hem. Oh, er waren ook 2 kompies in 1. Dat is weird.
Oké, daarom durfde het dus zo. Fuck man, ik heb echt vet veel schade gekregen van een stomme kompie, man. Wat hoor ik nou weer die muziek? Nee! Dus die haat ik dus het beest. Zie je, dat soort beesten, die fucking libelles. Nee, niet die libellen. Jawel. Wauw. Hij is snel. Ik heb hem gekild. You killed a Manu Managuara. En ik kreeg in één keer zijn informatie te zien. Oh man, ik raakte eventjes in paniek. Kloot beest. Kut beest. Ik heb één shit in. Oké, gelukkig heb ik ziek. Ik ben blij dat ik die pike gekregen heb van Johnny. En daar heeft hij me echt een paar keer mee gered al hoor. Dat ik een paar beesten heb kunnen killen. Maar goed, voor de volgende episodes wil ik eigenlijk vooral eigenlijk gaan zorgen voor die foundation dus. Dat ga ik nu doen. En een soort huisje, een extra grote waar ik gewoon mijn sleeping bag kan plaatsen. En dat soort dingen vooral. En anders dan in het steenhuis is mijn spullen natuurlijk veilig. En dan ga ik werken aan een foundation en een huisje, daar ga ik mee beginnen. En uiteindelijk wil ik natuurlijk dinosaurussen gaan vangen. Want tot nu toe heb ik helemaal niks. Ik heb een beetje gekeken hoe dat moet. Oh, kijk, zie je daar nou een dodo of een pinguïn of het is een mens? Er loopt iets. Misschien loopt er een persoon. Het is een Nederlander, want het zit op de JSS-server. Dat vind ik leuk. Vorige keer die Koenie Boy was niet zo spraakzaam. Dus dat was niet zo chill. Of was het deze dodo? Was jij dat misschien, meneer de dodo? Hallo? Nee? You don't want to talk to me? You not talk to me? Then you die. Oké, ik heb hem gekilled. Ik ga even mijn dingen weer maken. Mijn axe eventjes. En ik ga eventjes een pickaxe maken. Want ik wil een pickaxe hebben. Dus waar is die pickaxe? Hier dan. Voor thatch roof. Wat heb ik nodig? Thatch. Vooral thatch heb ik nodig om te hebben. Ik hoor iets. Oh god, jongen. Oké. Oké, ik moet of even opschieten. Oh, ik druk op de verkeerde knop. Ah, hide. Ah man, geen meat gekregen. Oké, ik ga denk ik zo even richting mijn huisje weer. Want ik moet wel even meat hebben. Een kampvuurtje moet ik eventjes maken. Dat ik meat heb. Maar hier liep dan net een persoon, of niet? Wat denk ik nog gek? Nou, hier liep dus geen persoon. Hier liep dus letterlijk gewoon die dodo was dat. Ik dacht dat het een persoon was. Nou, wat ik ga doen, ik ga terug naar mijn huisje. Als ik bij mijn huisje ben, ga ik gewoon even lekker mijn eten in het vuur gooien. Want ik heb wel wat raw meat opgepakt. 5. Oh, lekker. Ik heb lekker gepoept. Oh. 5 raw meat op. 5 erin gooien. En holy tyfus, what the fuck is dat? What the fuck is dat? Yo! Dat is zo'n vliegbeest. Die is fucking groot. Maar hij heeft zo'n muur op zijn rug. Dus hij is van iemand. Hallo? Wie is die? Zie je? Deze is van iemand. Hallo? Ik kom in vrede. Oké. Ik kan niet zien van wie die is, toch? Ik durf niet tussen de buurt te komen. Wow, man, dit is fucking huge, gek. Holy shit. Ik ga lekker terug naar mijn huis zien. Daar word ik wel vrolijker van. Dit vind ik een beetje vreemd, een beetje eng. Waarom in één keer iemand hier zit. Dan zien ze bij mijn huisje aan het kijken of zo. Ik ga naar mijn huisje toe. En dan ga ik even kijken of er iemand in de buurt is. Ik zie daar wel een paar standaard dinosaurusjes. Maar ik, ik ga lekker naar binnen. Ik zoek het lekker uit. Want ik ben de laatste filmpjes aan het kijken van andere YouTubers, zeg maar. Van hoe zij dat doen allemaal, dat ark en zo. Dus ik heb wel wat dingetjes geleerd waar ik heel blij van word. Oh man, ik moet wat voeten erin gooien. Maar dat wou ik helemaal niet. Want ik moet, ja, oké. Ik ga het even inflikkeren. Gooi ik even draw meat erbij. Dan wordt dat even gemaakt. Vuurtje aan, want ik wil natuurlijk eten hebben. Dat vind ik heel belangrijk. Iemand zei, ja, de berries moet je bewaren deel, want die moet je namelijk geven aan dinosaurussen. Dan gaan ze knock-out. Dus dan doe ik dat eventjes lekker, toch? Dat is helemaal Gucci. Maar, wat ik ging maken, is het volgende. Ik ga kijken of ik kan craften. Nu, een foundation. Wood heb ik daarvoor nodig, maar ik heb kapot veel wood. Ik heb al heel veel wood, dus dat is mooi. Ik pak al het wood er even bij. Ik heb 2 zetten wood, dus volgens mij ben ik nu wel echt te zwaar. Maar, dan gaan we dus craften hem. Dan gaan we naar Thatch Foundation moet ik hebben, hè? Hoeveel moet ik er hebben? Ik wil namelijk 3, ik wil er 4 hebben eigenlijk. Dus dat is, ik kan er geen 4 maken. Want de foundation is best wel klein. Ik heb nu 1 foundation waar ik nu op zit. Waar heb ik te weinig van? Van fiber. Dat houdt in dat ik meer fiber moet verzamelen. Ik ga nog 2 craften, dan heb ik er dus 3. Ik wil er 4 hebben.
voor mijn huisje, voor mijn foundation. Dat ik in ieder geval mijn slaapzakken neerleggen. Want ik hartstikke tof en hartstikke chill. Hartstikke coole jullie. Ik heb ook wel eens gevraagd, wat willen jullie trouwens in mijn video zelf? Wil je dat ik erin ga editen? Dat ik zeg maar steeds stukjes doorskip. Of dat ik inderdaad alles aan jullie laat zien. Wat de meeste van mijn kijkers meestal leuk vinden om te doen. Dat ik inderdaad alles laat zien aan jullie. Van stapje voor stapje wat ik allemaal aan het doen ben. Dat ik inderdaad niet erin ga editen. Maar gewoon normaal... Gewoon speel en jullie kunnen gewoon meekijken wat ik gedaan heb, stap voor stap. En vooral zien dat ik dus inderdaad een gigantische noob ben. In plaats van, yo mensen, ik ga nu daarheen en dan zie ik jullie zo meteen weer. En dat ik in één keer veel meer spullen heb dan ik eerst had. Want sommigen vinden dat inderdaad niet zo leuk om te zien. Dus laat me het even weten beneden in de reacties natuurlijk. Laat lekker een blauw duimpje achter omhoog als je het niet gedaan hebt nog. En dan gaan we gewoon lekker verder met het verzamelen van cooked meat. Oh yeah baby, ik wil meat. Oké, ik eten. Ik wil lekker het eten jongens. Ik vind het nog steeds een beetje vreemd. Die dinosaurus is weer weg, zie je dat? Ik ben too heavy nu. Ik ben nu echt te zwaar. Maar, zie je dat beestje daar staat? Volgens mij is het iemand die daar woont. Het is iemand van de JSS crew, van Joze crew. Dus dat. Oh nee, daar is het beest nog. Nou ja, goed. Ik kom er wel achter. Ik ga in ieder geval 7 drukken. Dan ga ik mijn foundation even plaatsen, jongens. Wat vinden jullie een mooie spot? Zal ik het hier doen of zal ik het aan het strand doen? Ik doe het lekker gewoon hiernaast. Dan, ik claim dit als mijn stukje. Voor degene die dat leuk vinden. Hupsakee. Man, net Minecraft dit. Hupsakee. En dan eindigen we nog met nog eentje. Dan heb ik het weer gehad. Hupsakee. Nou, dat zijn alle test foundations. Die had ik, het enige had ik ook gemaakt had hiervan. Dus dat is eigenlijk pretty much it wat ik nu heb. Dus moet ik weer fucking hout gaan verzamelen. Dat is hartstikke saai om te zien. Dus ik ga jullie wel eventjes een stukje knippen. Dat ik al het hout verzameld heb alvast voor de volgende dingetjes. Tot zometeen. Of wacht. Hey, ik zie iemand, ik zie iemand. Hallo, yo. Hallo, hey. Hey, Liam. Liam. Hallo. Wie ben je? Hallo. Hoi, ik ben Dylan. Maar ik ben je tribe. Ik heb geen tribe. Ben jij Dylan van YouTube? Ja, Dylan Rotjoch, dat ben ik. Ja, hoi, hey. Hey, ik ga weer verder zoeken. Dus, kusjes. Wee! Nou, oké, ik heb dus Liam gezien. Die waart tenminste terug. Dus dat is iets. Wat ging ik ook weer doen? Ik ging hout verzamelen, want dat was saai. Maar ik ga eerst even water pakken op het strand. Dus ik zie jullie zo meteen weer. Oké, ik heb in ieder geval weer wat hout verzameld en wat spulletjes verzameld. Ik kwam Liam nog even tegen een paar keer, maar gezellig. Ik ga even kijken hoeveel walls ik kan maken. Want dat is, ik ga kijken of ik kan maken in ieder geval. Hoeveel kan ik er maken? Eentje maar. Man, ik moet veel meer thatch hebben nog. Oké. Hoeveel thatch gebruik ik dan? 10. Ik moet er echt veel meer thatch krijgen. Ik heb heel veel wood krijg ik vooral. Dus ik moet eigenlijk wat meer met een pickaxe moet ik het gaan minen, zeg maar. In plaats van wat ik doe met de axe. Dus ik moet eigenlijk nog een heel stuk doorgaan. Maar ik ga het jullie even laten zien. Dus ik op 7 druk nu. Kan ik een wall neerzetten. Kablam! Awesome. Dus, jongens, ik moet nog even doorhakken. Tot zometeen. Oké, ik ben weer terug op mijn plekje. Alleen is het fucking donker. Ik weet dat ik mijn gamma omhoog kan doen op een of andere manier. Maar ik weet niet hoe, dus het spijt me, jongens. Ik ga even craften in het donker. Nee, ik ga lekker craften binnen. Dan kun je tenminste wat zien. Want dat vind ik ook wel chill om te kunnen zien. Want ik doe het zo vaak in het donker. Dan gaan mensen, ah, het is te donker. Ik kan het niet zien. Dus dan ga ik hier naar binnen. Oké, flikker ik dat even aan. En dan gaan we even craften. Ondertussen is mijn eten weer bijna op. Dus het houdt in dat ik op moet schieten. Ik ga 4 muurtjes bouwen. Dus ik ga 4 muurtjes bouwen. En dan zie ik het dan wel weer. Want daarna moet ik gewoon weer op zoek naar andere dingen. Want, oh nee, ik miste te weinig wood. Maar wood heb ik heel veel in de kist liggen. Dus dat komt allemaal wel goed. Dat ik meer muren kan bouwen. Dat wordt allemaal heel easy. Craft in de handel. Dan gaat hij dan. Kan ik ondertussen in mijn kist kijken voor wood. Die kan ik bij me dragen. Ik ben heel erg langzaam nu, dat klopt, dat weet ik. Ik heb nu, hoeveel walls heb ik? 4. En ik heb het, dus zeg maar 4, dus... Nou, we zullen het zien. Ik denk dat ik er nog... Sowieso moet ik even een doorframe hebben. En naast een doorframe moet ik natuurlijk ook een door gaan craften. Ik heb even een slokje lekker van mijn warme kopje thee. Een lekker kopje thee. En mijn door, dat ga ik even doen. Een craft item door. Dat vind ik heel belangrijk. En de rest craft ik wel lekker daar voor de deur. Dus ik doe mijn vuurtje weer lekker uit. Nee, uit.
Oké, en ik ben inderdaad nu zo zwaar dat ik niet meer kan lopen. Dus dat is niet wat ik leuk vind. Dat is niet wat dit de bedoeling is. Dus ik ga lekker al mijn wood wegleggen. Dan kan ik weer lekker lopen. Ik heb zo meteen misschien nog wat wood meenemen, want ik moet weer wat craften. Maar we gaan eerst even die muren neerzetten, hoeveel ik er nog nodig had. Dat is 1. En dan gaan we nog een keer. 2. Oké. Dat is 3. 4. Oké, ik heb er nog 2 nodig, want ik heb ook een doorframe. Dus we gaan naar items. Attach doorframe. Dan ga ik op 7 zetten natuurlijk, want dan kan ik hem pakken. Oké, gelukkig kan ik mijn torch bijhalen. Waar wil ik mijn deur hebben? Ik denk ook aan deze kant. Dat weet ik het gewoon in ieder geval dat het goed is. Zo, doorframe. Heel goed, dan pak ik wat deur. Oh man, ik moet nog een dak hebben ook, hè. Verdomme. Heb ik wel sowieso, kan ik wel een dak maken? Dat is de vraag. Kan ik wel een dak maken? Heb ik dat geleerd bij mijn engrams? We gaan even checken. Roof. Ja, dat kan ik maken. Ik wil gewoon wat wood hebben. Dus ik ga even wat wood pakken en dan ga ik gewoon craften binnen. En als ik het allemaal gecraft heb, dus nog 1 muur. Of 2 muren. Ja, man. Even snel kijken, hoor. Nog 2 muurtjes en 4 dingen voor een dak. Oké. 2 muurtjes en 4 dingen voor een dak. Dan kan ik in ieder geval mijn sleeping bag neerleggen binnen. Oké. Dus. Ik heb nodig. Wat wood. 52 wood kan ik wel bij me hebben. Helemaal mooi. Ik heb heel veel wood verzameld net. Dan gaan we craftables. 2 muren. Dus... 2 muurtjes heb ik hier staan. En... Even kijken hoor, voordat ik het iets fout doe. 4 daken. Heel goed, dat is precies genoeg. Ah, mooi. Ik heb precies, kan ik het bouwen. En hopelijk kan ik nog zo tegen lopen, dat ik niet te dik of te zwaar ben. Want ik ben wel exhausted staat er of zo. En niet, ik ben aan het maken. Oké, dat staat er. Mooi. En dan gaan we terug. Deurtje gaat weer dicht. Dan ga ik eventjes kijken wat ik nog nodig heb hier. Sowieso de Amarbears hoeven niet in mijn balk te zitten. Die mag lekker daarheen. Ik heb die muur nodig. Dus thatch roof. Thatch wall. Mooi, dan heb ik in ieder geval 2 huisjes. Eentje waar ik echt mijn spullen in bewaar. Wat unraidable is. En hier wil ik gewoon mijn slaapzak neerleggen. Dat vind ik gewoon chill. Dus hier kan ik dan gewoon in om te chillen. Dus dat is heel fijn. Dan ga ik later ga ik natuurlijk allemaal verhout maken. Dus dat is even dit. Hupsakee. Doe ik even 7. Is dat nou een wall? Ja. Ik heb een poepje gelegd in mijn huis. Dat is lekker. Lekker warm. En dan gaan we voor 8. En dan leg ik een dakje op. 1. Niet daar. Dat is 2. Doe je 8. Dat is 3. En de laatste. En dat is 4. Dan heb ik mooi een hutje hier binnen. En nu ik het hutje hier heb, moet ik mijn sleeping bag erbij pakken. Die niet hier ligt. Maar die heb ik liggen in mijn hut. Waar is mijn deur? Dit is mijn deur, hè? Ja, dan ga ik naar mijn hutje toe. Naar mijn andere hutje. Mijn stenen hutje, hè? En dan ga ik die open flikkeren, hè? Hatsteflats. Deurtje weer dichtknallen. Huppakee. En wat ging ik weer doen? Hierin kijken namelijk voor... Niet de stone wall, voor de sleeping bag. Hupsakee. En later ga ik natuurlijk deze stenen uitbreiden als ik meer stenen heb. Maar voor nu... Hou ik het even hierbij. Huppakee. Nou, dan gaan we hier naartoe weer. Ik ga mijn slaapzak wil ik hebben. Want als ik mijn slaapzak hier neerleg... Dan kan ik namelijk hier weer spawnen. Als ik er geslapen heb. Helemaal mooi, kijk eens aan. Want ik had ook nog een extra kampvuur. Maar die heb ik volgens mij niet bij me. Dus die andere nog. Dus ik ga hier ook een kampvuurtje neerleggen. Heb ik 2 bases eigenlijk vooral. Ik ga even... Oké. Hold E. Wow. Wat gebeurt er? Hold E voor fast travel. Oké, nee. Ik wil... Hé, iemand is bij mijn deur. Hallo. Hallo Ramon. Hallo. Ramon. Kun je me horen, jongen? Heb je geen microfoon? Ah, man, dat is wel heel kut, jongen. Ben je net nieuw met Ark of heb je besteld? Ah, gelukkig. Ben je nieuw op Ark of heb je dit vaker gespeeld? Nieuw op Ark. Nieuw op deze server, maar niet op Ark. Oké, nou, ik ben helemaal nieuw op Ark. Dus zo, ik vind het hartstikke chill. Ik zit in episode 3. Ik zit nu op YouTube. Moet je even zeggen, hoi, YouTube. Hoi.
Hi. Haha, mooi. Ik ga net mijn video afsluiten, dus nou. Doei, Ramon. Ja, ik weet het ook niet. Ramon, die is vraagzaam. Kadoei. Kadoei. Hij is ook van, oké, wat een weirdo. Hopelijk zie je jezelf terug, Ramon. Als je jezelf terug ziet in deze video. Hey, Ramon. Ik vond het gezellig om even met je te praten, hoor. Maar we zijn level up, dus ik ga mijn weight weer omhoog doen. En ik heb weer Engram Points. Wat ik ga dan leren is een simpel bed. Dat je er altijd kan blijven respawnen. Of ik wil een slingshot, dat ik dieren kan vangen. Laten we beginnen met dieren vangen. Dus dat ik deze, die slingshot leer. Dan kan ik namelijk dingen doen. En dan volgende episode ga ik een paar leveltjes omhoog levelen alvast. Voor de volgende episode. En dan kunnen jullie zien dat ik level 10 ben of zo. Of level 11 of zo. En dan kan ik in ieder geval wat meer voor jullie doen. Want het begin is natuurlijk heel erg standaard en saai. En dat is bij elke Minecraft serie ook. Is het ook zo bij Ark. Dus mensen, in ieder geval, dit was weer een nieuwe Ark episode. Het wordt weer licht. Ik heb twee nieuwe vriendjes ontmoet hier in Ark. Het waren Ramon en die andere heette, weet ik niet eens meer. Maar hij was ook wel aardig. En hij kon tenminste praten. Het was heel erg leuk. Mensen, ik wil bedanken voor het kijken. Vinden jullie Ark een hele leuke serie? Doe even lekker een blauw duimpje omhoog als je het awesome vond. Hou het lekker in de gaten. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Waar ik in ieder geval iets spannenders wil gaan doen als deze standaard dingen eigenlijk. Want tot nu toe, holy moly, heb ik niet zo heel erg veel gedaan of bijzonders. Dus in de volgende episode ga ik weer omhoog level te zijn. Dat ik inderdaad wel echt coole dingen kan doen. En met andere mensen. Mensen, ik wil bedanken voor het kijken. Laat hem wel eens zien. En natuurlijk, peace.